Hoe zou het zijn om mee te doen aan Squid Game? Het lijkt mij heel eng, maar ik zou er zelf niet aan meedoen. Maar het leek me wel leuk om er eentje te organiseren. Dit heb ik gedaan in mijn Discord. En dit is hoe dat ging. Dames en heren, welkom bij de allereerste online Squid Game. De games staan klaar. De pistolen zijn geladen. Per game worden de regels uitgelegd. Zorg dat je hier aan houdt. Maak geen fouten. Dames en heren, jullie mogen praten. Overleg met elkaar. Wat zou de eerste game kunnen zijn? Ik denk iets met tekenen. Ik denk spijkerpoepen. Koekhappen, spijkerpoepen en al die andere dingen die... Ik kan sowieso overal rennen, maar wat kandidaat nummer 1 zijn webcam aandoen. Hotdogman is geëlimineerd. Het is simpel. Dat ging snel. Luister naar de regels. De eerste game. Pause, champ. Mute. Unmute. Een simpele game. Wat is de bedoeling? Zorg dat op het moment dat ik zeg mute, je bent gemute. Zorg op het moment dat ik zeg unmute, dat je bent geunmute. En geluid maakt. Wij willen een groen vierkantje om ieder scherm heen zien. Lukt dit niet, word je geëlimineerd. Kandidaten, zijn jullie er klaar voor? Ik wil graag dat iedereen is geunmute op dit moment. Kut, wacht, ik ben er. Ja, met 3. Ryan, je was nu al dood geweest, hè? 5, 4, 3, 2, 1. Mute. Unmute. Ja. Hallo. Ja. Zijn we er wel? Ja. Hoi. Mute. Unmute. Hallo. Mute. Kandidaat nummer 8 is geëlimineerd. Unmute. Ja. Ja. Hallo. Mute. Oh, ik moet even praten natuurlijk. Jullie zijn allemaal geëlimineerd, maar omdat dit de eerste ronde is, geef ik jullie een tweede kans. Luister naar mij. Oké, mute en we gaan door. Een vierkant, hoe vind jij dat dit gaat? Gaat goed, tot nu toe. Eén iemand is geëlimineerd. Duidelijk. Een mute. Ja. Hey! Gamer moment. Een tweede persoon is geëlimineerd. We hebben nog 1 ronde te gaan. Er zijn nog 8 mensen over. Een mute. Hey! Oh, wacht. Ja! Goedenavond allemaal, welkom! Dames en heren, jullie hebben de eerste game voltooid. Jullie mogen unmuten en met elkaar feestvieren. Catch him! Dit is heftig!
Ik kom de mute. Let's go! Ronde 2. Jullie mogen met elkaar overleggen. Kijk mee op mijn beeld. Jullie zien hier een timer van 1 minuut. De volgende opdracht is... Vind binnen 1 minuut een rood object. De tijd gaat in. Ja, wat hard wil je? Iedereen, behalve kandidaat nummer 11, heeft op dit moment een rood object. Kandidaat nummer 11, jij hebt nog 30 seconden. Is een mini... Jullie hebben het allemaal gehaald. Gefeliciteerd. Ronde 2, een makkelijke, is voltooid. Dit was het al! Yeah. Jullie mogen met elkaar gaan overleggen wat er gedaan moet worden met deze rode objecten. Op je neus zetten of op je voorhoofd. Oh ja, nee, we moeten wel eens doen waar Baard content uit kan halen. Opeten. Ja, is wel vinden jullie dat in de fik steken? Of op de grond gooien en dan kijken of het niet kapot gaat. Dan heb je hem ook op gezicht gevallen. Dat is wel een goeie. Dames en heren. Voor het halen van de eerste 2 opdrachten krijgen jullie van mij dit rode object. Alsjeblieft. Ah, dat was wel vet cool. Ik heb altijd wel een doel willen hebben. We hebben het object gekregen. De derde opdracht. Teken 1 van deze vormen. Er mogen maximaal 2 van elke vorm aanwezig zijn. Dat betekent... Ik. Fucking Ryan, gast. Er mogen maximaal 2 van elk voorwerp aanwezig zijn. Jullie krijgen 5 minuten de tijd om dit te bespreken met elkaar en de juiste vormen te tekenen. De 5 minuten gaan nu in. Ik heb een vraag. Moet het exact zijn wat jij daar hebt getekend? Ja, als een pixel. Teken zo dicht mogelijk bij het voorwerp. Oké, wie neemt de paraplu? Nee, maar ik heb een idee. Gewoon de eerste nummers. Ik neem de paraplu wel, want niemand wil de paraplu. Moet het 2 met de paraplu dan? Dus 2 en 3 doen het vierkant, 5 en 6 doen het rondje, 7 en 9 doen het parapluutje en 11, 10 en 11 doen het... Kijk, sterretje, ja. Ja, Amy, wij moeten met 2 een rondje. Oh, je moet hem uitknippen, wacht. Jullie hebben nog 4 minuten. Ja. Ik moet inkleuren. Ja, ook. Ik voel me echt een fucking kleuter, dit is echt top. Was je dat niet al dan een beetje? Kandidaat nummer 11. Wat bent u aan het doen met uw tekening? Ik weet niet, ik moest iets maken voor mama. Het is bijna moederdag, dus ik dacht ik maak een mooi sterretje. Het is nog niet de bedoeling dat die wordt uitgeknipt. Jullie hebben nog 2 minuten. Wie had nog meer ermee, de paraplu? Ik hè. Ik ben echt trots op je. Wat vind je van die van mij? Laat het tekening zien op de camera. Iedereen... heeft de tekening gemaakt. Dank jullie wel. Jullie krijgen 3 minuten om deze tekening op camera uit te scheuren. Nee. Nou. Zodra de timer start, moeten jullie beginnen. Zorg dat je tekening goed wordt uitgescheurd. De timer gaat in 3, 2, 1.
Kandidaat nummer 2, ik vind dat vierkantje niet goed uitgescheurd. Hetzelfde geldt voor kandidaat nummer 3. Kandidaat nummer 6 is voltooid. Nog 1 minuut en 35 seconden. Kandidaat nummer 2 heeft over de blauwe lijn gescheurd en wordt daardoor uitgeschakeld. Kandidaat nummer 10, dit is niet voldoende. Nou, het gaat nooit meer. Nou ja. Nog 40 seconden. Gaat het ze lukken om deze opdracht te voltooien? En wat zullen de volgende opdrachten zijn? Bij de 100 likes komt de volgende aflevering. En voor nu zeg ik like, abonneer, reageer en tot de volgende keer.